En tenslotte 43, Pieter Paul. We zijn dus op inderdaad 3 minuten voor de start. Zo maar. Het is 20 minuten voor het debat. Less than 3 minuten voor de start. We zijn de start wordt gegeven, dames en heren, met de gekende lichten. De start wordt gegeven bij de well-known red and green lights. Sorry. De debat zijn van Elvis Lefeuwerk. Moet je je kleren afgeven? Dus ze zijn er alle 40 klaar voor om er een mooie wedstrijd van te maken. Mogen wij vragen de oversteek plaatsen? We zijn op 2 minuten. 3 minuten afvallen de baan. 2 minuten before the start. Mogen wij vragen de oversteek plaatsen even 10 totdat de renners de eerste maal zijn voorbij gekomen. En ook in de laatste ronde vragen wij om alle oversteek plaatsen dicht te houden. Enkel de tv-camera's, de mensen van tv en de geaccrediteerde pers. Die kunnen nog oversteken, maar het publiek gelieve de plaatsen niet te nemen vooral we aan die allerlaatste ronde beginnen. Iedereen zit aan van het parcours. Dus en dan zijn we benieuwd wat het gaat worden. We wensen alle renners uiteraard veel succes toe. In deze wedstrijd, in deze laatste mars van de Telewerkte Super Prestige Editie 2021-2022. Laatste minuut gaat eraan, 31 minuut. Laatste minuut voor de start. We zijn er allemaal klaar voor. Veel succes. Hoop zelfs dat dus. Goed luck voor alle rijders in this race. Voorzitter, stappen op het punt. We zijn op 30 seconden, 30 seconden, 12 seconden. Concentratie vanaf nu. Oh ja, ja. Thank you.
Let's go.
Gelijke stand, ja, dan is het Isabiek wat hier niet overwinning behaalt. Er komt nog maar eentje op dit ogenblik in de superprestige. Hier zijn ze. De Schilder, de Schilder. Maar de opnoerenaar die nu handen overneemt, wordt schriftgeleek naar Eli. Probeert dan de juiste pad te kiezen. Zal ze de filter door het aantal ronden, ze zeggen we gaan iets sneller rijden, dan moet ze veel ronden doen. Wie weet. Dat wordt meestal bepaald na de tweede ronde. Het aantal af te leggen rondjes hier op het parcours. Maar we gaan er niet. Ik denk dat we daar ook mee bezig zijn natuurlijk. Met de tactische speler in deze openingsmaand. Maar Los was de eerste die er al iets van flat op gaf. Maar werd dan bijgemengd door de aanzoek. Nu is de herroep. Op dit moment hebben we een trage leergaan krijgen van het lopen aan het fietsen op die berg. En dan met de deel van half 7.
Dat doe je tot 6 van het NL's met Mario van Koerland op amper 5 seconden. En dan hebben we hier een groepje met Jens Adams onder andere. Die komen er nu aan. Die komen er op. Het gaat voeten. Dan is het al op een 3-4 seconden. 3-4 seconden. En dan hebben we hier een telefoonnetje met Rieteur, met Kuro, met Roma, met Zweken, Kuro en met Kamp. Dus dat is een half minuut. En dan heb ik het nu nog zachtjes aan de kant. Dan gaat het telefoonnetje. Dan hebben we al een groepje op stationen van het einde. Dat is al op een 5-6 seconden met dat over. Het groepje met Antoine Matuki en Kuro Koma. Dus dat de rest is gewoon op 50 seconden. Dan krijgen we een volgende resultaat op 1-2 met mensen op 1-3. Dat is Yeah!
De overkant rijden. Lars van der Aart, weer niet getrekt. Dus nee, op een verzet, zware versnelling. Probeert hij daar de kloof te dichten. En dan, ja, pas nog steeds in 10 seconden zijn we niet, denk ik, op het licht. Loopt het op mee of niet? Is de tijd naar Hamer. Hangen wat door aan Thomas. Zijn achtervolging op Izermin en op Mandaraat. Mandaraat die probeert de weg te raken, maar Izermin laat dat niet zomaar gebeuren. Winner terug naar Tom. En dat gaat hij doen. Hij gaat afsluiten hier in de laatste rechtlijnveronderstelling. Daar zijn ze inderdaad met z'n tweeën. Lars van der Aar en Amy Izermin. Met z'n vijfjes. Met nog vijf ronden voor de boeg. We hebben het eind nog vier ronden. Michael van Poelenhout aan 50, 26 seconden, dat zal hij top maken. Dus ik weet dat die grove opstandeling gewoon aan de tweede rijden. En twee aan de hoogte. Dat zal wel even zijn voorhand. Dat lijkt wel dat hij twee gekoppeld. De kosten wel, maar toch wel heel duur. Want het is steeds maar continu doorbrukende last van de maat. Ondertussen een aantal sterren bij een haal. Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het ni
Hup, 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 hup
40, die komt dan Thomas Ros op de laatste team. Dat wordt op de 1,57, 1,58, hoe breed kan dat zijn? Ik denk 2 minuten. Dat is de situatie van de kleine Eli, die kan je wel heel ver plooien, maar breken kan die niet doen. Je zit weer terug in dat zot.
van Donaert. Donaert zorgt met de bek helemaal open en het kind van de rekening door die poging van Toon om zich te ontdoen. De bal voor zijn blikbol, jongens, daar moet voorlopen. Altijd van je wijk wil weten, kan nog iets doortrekken. Probeert het extra moeilijk te maken van Eni om echt helemaal in dat wiel te komen. Vanaf zij gaan de voorlaatste ronde induiken. De seconde die tegen verder weg de deur is helemaal opgebroken door Donaert. Eni die wil opnaam aansluiten. Voorlaatste ronde voor Donaert. Eni is er niet op het achterstand van Takia. 50 seconden. 50 seconden en dan voor een minuutje zeker proberen te krijgen de passage nu van de Marco van Toer op 2-0 aan het einde. Weer onderaf. Marco van Toer op 1 minuut en 3 seconden. 1-3. Dat is de start van Marco van Toer nou. Die kan zich wachten. Die was aan van het zoeken. Zo mooi zijn, mooi verloren. Thank you.
stop op de Lisebuurt. Maar we hebben nog iets in de nacht van de laatste twee. Wat is er in de gemeente en met de laatste twee? Dus we gaan opmaken. En dan zijn we last naar voren komen. En dat wordt dan af. Ja, we hebben maar plotseling in de positie tussen de Haaien-Kelm, die stand dacht ik met top 10 net achter de paal. Ja, zou dat willen zeggen dat de organiseur een aantal passen te mogen heeft op dit moment? Dat is feitelijk natuurlijk, want dat was op weg naar de top. Thank you.
de Nederlandse. De achterstand voor Elien Tom, die als ik krijg wat van CND. En we gaan dus opmaken in juni voor een bijzonder prachtige zegen op zijn Jan Sinafans. Dus we zijn van de opleiding op die dag, in elke manier, in het begin van de wedstrijd, als jij de een goede top 10 plek, hè? Mai, ja, heb ik gevlogen? Ben ik meteen? Schat, dat zie je niet. Ik zijn opnieuw, Lars. Dat is de eindklasse voor de Supertrick. Hier natuurlijk Eli op 1, Toon op 2. En dat zou dan maar voor 3 gaan behoorlijk. Zonder de extra gebeuren. Ik rijd naar de laatste terrein. Eli, de naam van de wereld, 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 de Hij komt eraan, de tweede man komt er, valt aan zijn plek, de Lawrence, komt er ook aan de, komt aan, de rechterkant, die is er aan de stand, maar verder is van daar. Komt aan de tweede man in de hand, hij ligt daar, verdient de kom aan de kant van de hand, maar hij wil hem, komt aan! Wow, dit is twee jaar voor de hoop, en ook nog iets aan de hand, maar de vierde man in de wedstrijd, Michael van Toenhout. Hij staat op 1:45 seconden. Dan gaan we Nels Hurtig krijgen, die gaat richting positie nummer 5. En dan zit er aan de andere jongens bij elkaar. Waarom gaat Nels Hurtig? Die zijn volgende week op de volgende week te spelen. En dan is het paar extra buitenblad. Dan kijken we ook al wat tabak. En dan zijn we op de plaats nummer 5. Dan hebben we Nels Hurtig. Zet hem aan, zie je hem vast. Door Jericho. Zie je dat Jericho? Dit is dat zelf voor Jericho. Dit is dat voor Timo Roerig. Zeven. 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 Pas voor Timo Roerig. We gaan hier met de kiezer. En dan met dat. Laat gaan we nu actie voor één keer laten horen. Want hier komt de wereldkampioen bij de muur. En dit is het van Basket. Stop, Bos.
En die nog een sprintje. William Lafoure, Theo Doma. We gaan even kijken of de jongens dan er nog moeten aankomen. We zouden 22 renners in de wedstrijd nog hebben, dus dat wil zeggen dat we dan een tiental mogen.